I'm just gonna say it. Ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Nee. We gaan niet die grap nog een keertje erin gooien. Jongens, eventjes een kleine uitleg voordat ik dag 3 van unboxing ga beginnen. Ik heb alles in één take opgenomen. Goh, spoilers. Oh, achter de schermen weet ik het allemaal nog meer. En ik was dat dus aan het editen en ik was files aan het verwijderen in verband met ruimte te maken op mijn pc en noem maar op en jullie zien erbij al hangen. Ik ben niet de unboxings kwijt. René, ha, alles is nog goed. Unboxings zijn nog heel. Het enigste nadeel is, ik ben de facecam deel kwijt. Net zoals wat ik dus nu eigenlijk opneem, dat zit in een aparte in verband met, dat doe ik met mijn webcam. Omdat de gewone camera natuurlijk al de camera, of de gewone camera die neemt dus alle kaarten op. En ja, de webcam die neemt eigenlijk dus een beetje wat op. Dus. Helaas heb ik dus geen facecam meer voor de aankomende 3 dagen of unboxing. Ik heb nog wel het beeldmateriaal tot we dus de grappige intro en alles kunnen hebben en al die dingen. Maar ik heb dus helaas geen facecam. Dus dit kan nogal vervelend worden. Dus wat ik ga doen is ga gewoon een paar extra scènes neerzetten. Terwijl dat... Maar goed, in ieder geval, hier de video. Sorry voor het geleuter, het lange geleuter facecam. Ja, dat is dan post opgenomen en noem het maar op. En dat loopt niet zinken. Weet je wel, het is een soort van reactie op de kaarten die we trekken. In ieder geval, audio commentaar zal nog steeds hetzelfde zijn. Dus het is een beetje van wat ik deed bij dag 2 met die editor grap eronder in. Zou ik hier nou gewoon ook doen. Dus waarom nog niet? In ieder geval, enjoy. Hier is dag 3. What's inside this Pokeball? 3 Pokémon TCG Booster Packs en een Pokécoin. Oh boy. Ik gooi het eventjes voor de grotere camera, dan kunnen jullie het beter zien. Oh boy, Nintendo. Nou ja, Pokémon Company. We brengen iets nieuws uit. Gaan we iedereen mee overhypen? Hele mooie tin pokeball, geef ik ze wel. Ik moet ze zeggen, het is een hele mooie tin pokeball die ze dus hiervoor hebben. Alleen ja, als je dan gaat kijken wat erin zit, dan denk je bij je eigen, waarom nou? We hebben verfrommeld pakjes, Cinnamon Crimson Invasion, Breakthrough en Burning Shadows. Op zich 2 van deze pakjes. Ze zijn nog decent, weet je wel. Ik bedoel, van ze zijn nog relevant en noem het maar op. Maar Breakthrough. Waarom zit hier Breakthrough tussen? Het zijn maar 3 pakjes. Waarom zit hier Breakthrough tussen? Het is gewoon oude troep. Niet, ik bedoel... Had er dan op zijn minst 1 rating Thunder nog ingegooid of zo? Ik bedoel, als je maar 3 pakjes hebt, geef dan op zijn minst 3 nieuwe pakjes van Cinnamon. Maar ga niet met Breakthrough beginnen. Breakthrough, dat is zo authentiek ondertussen. En je krijgt een Deoxys coin. Hoera, ik heb er ondertussen nog steeds kijken in. Weet je wel, die munt liggen, die gaat heel even weg. Eevee mag blijven. Eevee moet me doorheen helpen. Maar op zich, ik moet zeggen, de tinbox, hij ziet er leuk uit. Een soort van. Zo. Made in China, hartstikke leuk. Waarom staat dat hieronder? Waarom is dat niet op een sticker? Maar dat maakt niet zo uit. Ik vind hem wel leuk uitzien. De tinbox is leuk. Maar de pakjes, ik zeg eerst maar kijk hoe dat ze erin zitten. Die zitten wel echt gewoon helemaal ingevroten. Ik hoop in ieder geval niet dat de kaarten beschadigd zijn. Dat krijg ik eens met René. Nou ja, laten we eerst al even de Breakthrough nog heel even gaan doen. Hoera. Eeuw. Ik had zelfs gehoord dat er bij sommige tinboxen... Ik weet niet of het waar is, maar ik had gehoord dat bij sommige tinboxen er zelfs 2 X&Y pakjes in zitten. Dat kan gewoon echt niet. Ik bedoel, als je iets nieuws uitbrengt, breng dan ook nieuwe stuff mee. Maar ga niet de hele tijd oude stuff geven, zoals X&Y. Ik bedoel, X&Y, ik ben ermee begonnen met verzamelen, dus voor mij heeft het wel nostalgische waarde. Maar als ik X&Y zou willen hebben, dan ga ik wel X&Y pakjes halen. Die wil ik niet in mijn promoboxen zien. Want, nou ja, het is wel gewoon om die kaart weer terug te zien. Maar ik bedoel, Pokémon, ga eens even aan de kant. Ga even donder even op.
Ik bedoel, serieus, het is leuk om deze weer te zien, maar het lijkt wel weer alsof dat ik Pokémon terug aan het spelen ben van een jaar geleden of zo. Het is echt weer een troep. Weet je nog dat ik die Generation Box open heb gedaan? Daar was het ook echt dat ik Generation opende. En niet van, ik koop iets nieuws en er zit Generation in. Oké, zou ik nog steeds leuk vinden dat Generation een reprint krijgt. Ik bedoel, serieus, dat was de Eevee pak. Maar laten we eerlijk wezen, dit is teleurstellend. Dit kan gewoon, kijk nou TS, een break! Herinneren jullie je dingen? Echt serieus, we komen nou net zo'n oud farfetched. En jij ook. Yay. We hebben een break. Ja. Wat leuk. Wat nou een troep. Dat breaks nog een ding waren, weten jullie nog? Nee. Ik niet. Ik ook niet. Nee, ik herinner het nog wel. Ik weet nog heel erg goed dat ik een Delphox deck had gemaakt, weet je wel. Er zat dan Delphox Break, die zat er dan ook in. Even kijken, hebben we geen... Oh ja, wel, dat Holorare, dat was juist de Reverse Holo plek. Dat was die slot. In ieder geval, we hebben dus een Burning Shadows en we hebben een Crimson en een Vengeance. Gelukkig. Maar ik moet zeggen, hoe dat die pakjes erin vol zijn. Het voelt echt aan alsof dat die kaarten echt een optater hebben gehad. Dat ze er echt in gevrot zijn, gewoon in zo'n Tinderdoot. Ik vind dat zo jammer, weet je wel. Maar ik wil eigenlijk... Had dat nou niet gedaan, weet je. Zonde. Ik hoor dat geknist in mijn oor. Het openmaken van die pakjes. Zonde. Nou ja, als je gaat kijken, als je nou op verschillende websites ziet en je hebt dan nog van die unopened dozen van, hoe heet het? Van de allereerste Pokémon set, van hoeveel dat die wel niet naar buiten te gaan, denk ik ook bij mij. Jongens, zo hé. Hey. Gaat goed. In ieder geval Fighting Energy. Tormenting Spray. Heatmore. Weakness Policy. Wacht eventjes. Weakness Policy. Oh ja, die was gereprint. Nee, die was gereprint. Schrok al. Oddish. Dubskull. Jee. Die heb ik al een tijdje mee gezien. Die heb ik te vaak al mee gezien, want die is ondertussen al vaak gereprint. Caterpie. Rhyhorn. Reversed Holo like a rock. Do you like a rock? I like a rock. Do you like a rock? Like doesn't like a rock. Haha. Snap je? Nee. Ik niet. Eric win it. Oké, prima. Ik verwacht hier ook eigenlijk niks van. Nee, editor. Nee, geen spannende muziek. Ik bedoel serieus Pokéball. Dit is een Pokéball. Ik bedoel, er zou wel echt 3 Sunnen Moonpakjes in moeten zitten. Ik bedoel, als je een promo gaat verkopen, als je een nieuwe promo maakt en dan is 1/3 ervan gewoon echt oude rommel. Dan maak je toch een beetje fouten. Dan maak je toch fouten met hoe dat je je promo's eigenlijk neemt. Ik voel dat hier echt niks in. Nee, ik wil geen spannende muziek. Ik wil helemaal niks. Grappig is nog, mij is ook echt gevraagd om hier geen positief iets uit te zeggen. En natuurlijk, ik blijf altijd wel een beetje positief over iets. Je weet het nooit namelijk, maar ik bedoel, ja. Ik heb zoveel klachten over deze tinderbal gehad. Dus dat is echt gewoon Dashing Pouch, Fighting Memory, Diggerby, Staryu, Young Maho, Shelmet, Salandit, Starly, Reversed Holo Nubbel. En een Holorare Go-Go. Nou, we hebben dat ook weer gehad. Hartstikke leuk. We hebben er tenminste nog een Holorare uitgehaald. Ik ben klaar met deze pakjes. Ik hoop dat jullie er ook mee klaar zijn. We hebben een break gehad. Maar echt serieus. Op zijn minst Ultra Prison. Of lost er nog iets van de nieuw. Vergeet niet. Dit ding is nieuw. Dit ding is 100% nieuw. Is pas geleden nog uitgekomen. Volgens mij op het moment dat deze video uitgekomen. Deze is nou 2 weken uit. 2,5 week. 3 weken misschien. Lost Thunder is in ieder geval al uit toen deze uitkwam. En er zit hier nog niet eens een Ultra Prism of een Lost Thunder in. Dit zijn allemaal pakjes die erin zitten. Die al meer dan een half jaar in de omloop zijn. Zelfs nog meer dan een jaar. Want er zit zelfs een X en Y in. Dit is echt zwaar teleurstellend. Nintendo, echt doe dit niet. Doe dit niet. Pokémon Company. Echt serieus. Ik zou deze Pokéball zo naar jullie kop willen smijten van... Jullie hebben fout gemaakt. Doe het eens eventjes overnieuw. Schaam je. Shame on you. Boze Eevee, boze Stevie. Ik zie jullie bij de volgende unboxing. Echt serieus, laat heel even weten wat jullie van deze vinden. Hebben jullie er een paar gekocht? Hebben jullie er iets leuks uit laten of iets uitgekregen? Ik hoop het wel voor jullie. Laat het zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter voor de video. Maar niet voor deze Pokéball. We hebben nog een hele leuke Pokéball die eraan zit te komen. Maar wanneer, ik weet niet of die morgen gaat komen of overmorgen. Dat zien jullie bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei! Dat was raar. Video is af. Ja. Ik, doei. Stoel!